Minuut stilte ter nagedachtenis van de plotseling overleden Rick Brink, CDA-politicus. Bekendheid in het Overijsselse, afkomstig uit Hardenberg en fan van HFC Hardenberg. HFC, de tegenstander, spelend in het wit. Dit is een aardige combinatie, sprinter de mooi en daar is de openingsgoal. Tenminste, ja, daar is hij. Het is Hedley die hem maakt en al vroeg in de wedstrijd komt AFC op voorsprong. De 1-2, splinter de mooi door het midden, Hedley oog in oog met doelman Maats. En zo is er de voorsprong voor AFC. AFC staat negende. AFC zesde. Beide ploegen kunnen niet meer veel in de Bad Nation League. En HFC op zoek naar een zege, al 7 wedstrijden zonder zegen. En AFC de ploeg in vorm, want het won veel duels de laatste weken. Van de laatste 5 wedstrijden wist de ploeg uit Amsterdam er 4 te winnen. Dit was een kans voor Jesse op de 0-2. Dan in de omschakeling Reinders weg. En Van der Leij, kijk, oh wat loopt hij daar goed weg. Uit de rug van zijn directe tegenstander. Van Weerdenburg, toch niet de minste verdediger, is Van der Leij kwijt. Eerst de kans op 0-2. De redding is er van Maats. En dan in de omschakeling Reinders Van der Leij, nummertje 22. Fout in de laatste linie bij AFC. En hij had eigenlijk de 2-0 moeten maken, Jesse. AFC wel beter, ook meer energie leggen de Amsterdammers in de wedstrijd. Van Weerdenburg speelde jarenlang natuurlijk bij Katwijk. Die is ook weer zo'n handig barreltje op Splinter de Mooi. En de redding van Maats in de 1-1. En zo krijgt AFC op de Boshoek de beste kansen. Is hij nog een sta in de weg. Jesse, Mengerink. Dit zijn lastige ballen. Drost zou kunnen. Die loopt daar weg. Die komt hier in balbezit. Jesper Drost. Drost naar binnen. Drost en de aanvoerder van HFC. Zo moet het wel. Dan een vrije trap voor AFC. In Amsterdam werd het 2-2 tussen beide ploegen. Maats blijft staan en Manuhutu staat daar op te letten in duel met Mengerink. De voormalig coachesdief van Katwijk raakt bij deze actie geblesseerd. Kan wel verder. Splinter de mooi. Dit is geen buitenspel. Been kruist daar goed. Been nee. Weer Maats. De vervanger van Mengerink. Been doet het ook niet. De wedstrijd in de slot gooien. En dan een mooi moment. Gersom Klok is terug. Raakte voor het seizoen in de wedstrijd. De uitwedstrijd tegen Spakenburg. Zwaar geblesseerd aan zijn knie. En nu dus weer in de voorlaatste wedstrijd terug op het veld. Goed nieuws dus voor Gersom Klok. Nolet, de doelman van AFC, daar in de problemen. In duel met Van der Leij. Lindhorst kijkt nog even naar zijn collega. Ja, ik doe weinig zin van de lijn tegen de scheidsrechter. Volgens mij is het er een rechtsgeldig doelpunt. Blijft dus 1-1. AFC met Splinter de Mooi. AFC met Splinter de Mooi. Oh, wat een heerlijke redding van Maats. En zo is AFC wel gevaarlijker dan HAC. Krijgt het nog een hoekschop. Is het Hens? Nee. Het is wel 1-2. Een verdediger notabene. Lindhorst met zijn tweede van het seizoen. De centrale verdediger, belangrijk voor AFC, zet de Amsterdammers voor de tweede maal op voorsprong. Geen Hens. En Lindhorst krijgt die bal voorbij Maats. En zo is het dus 1-2 in de slotfase. Van Weerdenburg staat nu centraal, begon ooit als bek. Splinter de mooi, been nu dan. Nee, weer niet. En zo pakt Maats heel wat 1-1 situaties. Sowieso 4 heeft de doelman eruit gehouden. En dus is het niet geflatteerd dat AFC op voorsprong staat in de slotfase. Dan nog dit moment. Oh, het doorhalen van Egbers. Het is een onbezuisde actie en de scheidsrechter geeft daarvoor terecht rood. Tenminste, jazeker is dit een terechte rode kaart voor Egbers. Want dit is een onbezuisde actie.
En je kan hem geven als scheidsrechter zijnde. Diender is het er niet mee eens, de trainer van HAC. De voorlaatste wedstrijd gaat dus weer verloren. HAC te sterk met 2-1, wint het dus bij HAC.